Maar je viert natuurlijk nooit carnaval, dus je weet het niet. Nee. Nee. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Vandaag bij een groenrijk Gelderop, een heel mooi tuincentrum. En vandaag hebben we een heel leuk item. Want namelijk komt Rob Verlinde met onze grote tuinverbouwing. Die gaat hier opnemen en wij als groenrijkers mogen daar dan een klein stukje in meedoen. En dat is heel tof om te doen. We hebben een auditie voor moeten doen in de zomer vorig jaar. En ja, dat heb ik een keer eerder mogen doen en dan ga ik jullie een keer vandaag meenemen. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And het is ook het keizersymbool van Japan. Daarom noemen ze dat de chrysanthentroon. Het is dus een plant met een geschiedenis. Een van de oudste planten die wij gebruiken. Het najaar is nu echt begonnen. Het warme najaarskleur. Skyfall. Ook wel carnaval genoemd. En waarom carnaval? Omdat je veel... Ah nee, die carnaval. Okay. Maar je viert natuurlijk nooit carnaval, dus je weet het niet. Nee, dat doen wij hier in Brabant niet. Gaat goed, hè? Ja, top hoor. Goed bezig. Maar als je hier toch staat bij de Caryopteris, die bloeit uitblinkend blauw, dan weet u niet wat u ziet. We'll be right back.
En dan met die broodjes zo. Lekker dan. Hij zit helemaal weg te dromen. Hè? Hij zit helemaal weg te dromen. Als we dus zo'n shoot gaan maken, dan is het heel erg improviseren. Want je hebt natuurlijk een item, dat wordt uitgelicht en je kunt er heel veel over vertellen. Maar het is natuurlijk leuk dat mensen ideeën krijgen op wat ze ermee kunnen doen. En hoe je het kunt gebruiken en wat je het beste verzorgt natuurlijk. Maar ja, als je dus op zo'n plek staat, dan moet je het zelf maar een beetje uitzoeken. Dus, wat doen we dan? We gaan gewoon samen met Rob gaan we overleggen en met de cameraman. Hoe kan je nou het beste staan? Wat is nou leuk? En dan pakken we gewoon zo'n pot. Uit de kast. En dan gaan we hem gewoon vullen. En het is super leuk om te doen. Gaaf, tot voor hè. Op tijd. Hoort er nog bij. Ja, ik heb eigenlijk nog niks aan mijn vlog gedaan. Sorry mensen. Ik was ook een beetje te zenuwachtig. Ja, je bent de hele dag gewoon aan het vloggen hoor. Ja, maar niet. Maar vertel je dus wat je de hele tijd doet. Weet je? Je bent de hele tijd eigenlijk tegen de mensen aan het praten. Maar dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet gedaan. Dat heb jij helemaal niet gedaan? Nee, heb ik eigenlijk niet. Maar als zij vandaag een cursus presenteren, gaat jullie hebben wel die vlog gezien dat het allemaal kloten was. Hè? Top, maar ze kan het nou hoor. Top, top, dankjewel. Jij zat op een gegeven moment in het groen. Ja. En toen dacht je, ik ga een programma maken. Nee hoor, zo is het helemaal niet gegaan. Ze hebben me gevraagd en ze hebben 6 weken moeten wachten, want ik zat in het buitenland. En er moest een pilot gemaakt worden bij de AVRO. En dat is al 35 jaar geleden. Zo lang al in het vak. Maar wel heel goed. Oude mannen. Want hij is nog steeds elke dag is je met groen bezig en je bent altijd in de weer. En je doet zo je best en je brengt die passie over aan mensen. Dat merk zijn we er ook vrolijk van, hè? Ja, zeker, zeker. Het bolle te varen, de Nefrolepis.
kun je daar op lopen en dan kan je later met een barometer wat gemakkelijker en dat ga je dan uit. Hebben jullie het leuk gehad vandaag? Oh, hey. Ja? Geweldig. Dat was echt top. Leuk. Hebben jullie een beetje goed gepresenteerd vandaag? Nou ja. We hebben ons best gedaan. Heeft Rob zijn best gedaan? Nou, super. Kan beter. Dankjewel. Houdoe. Doei. 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 Houdoe. Houdoe. Nou, hij zit erop. Hartstikke gaaf om te doen. Onwijs veel geleerd. Het was ook een heel leuk item wat ik mocht doen. Ja, ik moet nou weer werken een dagje, dus een avondje nog. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende.